We gaan het pioniersgerecht maken. Chicken en waffles met voornamelijk groenten uit de omgeving, Flevoland. Eten uit je eigen omgeving. Het is beter voor het milieu, het stimuleert de boeren in de omgeving. En als er maar genoeg groenten in zitten, is het ook nog eens gezond. Dan heb ik oude kaas, een bloem, twee eitjes. De provincie heeft daarom een challenge in het leven geroepen. Eet als een pionier. Restaurants moeten koken met producten uit de omgeving. Het Zeewolde restaurant Fika doet mee. Ik dacht meteen, dit is wel wat heel goed bij ons past, wat dicht bij ons staat. Dus ik was meteen enthousiast eigenlijk. En het was wel erg grappig, want we hadden al één gerecht die we maar een klein beetje hebben moeten tweaken. En toen was het eigenlijk al geschikt voor de challenge. Dus dat was wel heel mooi. Het is eigenlijk een soort luchtig pannenkoekje. En daar doen we dan wat geraste courgette door. En ik heb hier wat mais alvast een beetje in de keukenmachine fijn gedraaid. In totaal doen er 30 restaurants mee. Eén van hen zal de challenge winnen. Maar daar gaat het restaurant Fika niet eens om. Wij zijn ook tegen heel veel producten aangekomen waarvan ik geen idee had dat ze hier vandaan kwamen. Wij wisten bijvoorbeeld niet dat sojabonen uit Zeewolde kwamen. Geen idee. Blijkbaar zijn we een van de grootste leveranciers daarvan. Uiteindelijk ga ik dit dus bakken. Net zoals dat je pannenkoeken bakt. Deze even omdraaien. Nou, doe ik nog een klein beetje boter erbij voor de kleur en de smaak. U wilt daadwerkelijk ook die bewustwording overbrengen op de klant? Jazeker, ja. Ja. En lukt dat ook? Niet altijd. Nee, zeker niet altijd. Maar we kennen elkaar heel veel in Zeewolde. Ons kent ons. En als zij zien dat het Friet van Beuzen is, dan zeggen ze, oh wat leuk, die kennen we. Oh, daar heb ik mee in de klas gezeten bijvoorbeeld. En dat is net een beetje dat bewustwording. Het is maar een klein momentje. Maar daardoor, en je wel, als het frietje geserveerd wordt bijvoorbeeld, veel meer bezig met het product. Precies waar het in deze challenge over gaat. Ja, exact. Nou, zo is het gerecht helemaal klaar. We hebben toch een prachtig gerecht waar iedereen heerlijk van kan genieten. Ik zou zeggen, eet smakelijk.